aanleiding van het RIVM-rapport. Het woord is aan mevrouw Agema van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Het rapport dat het RIVM vandaag presenteert heet De gezondheidsgevolgen van uitgestelde operaties tijdens de coronapandemie. En volgens het RIVM is hierdoor de aangerichte schade groot. Door de coronapandemie zijn in 2020 en 2021 meer dan 305.000 reguliere planbare operaties niet doorgegaan. En dat zijn ook nog eens 300.000 verloren gezonde levensjaren. Omdat bijvoorbeeld als iemand moet wachten op een chirurgische hartoperatie, dat kan leiden tot de verslechtering van de algemene toestand. Het RIVM zegt dat er kritisch gekeken moet worden naar hoe de planbare ziekenhuiszorg door kan gaan bij oplopende aantallen. En dit is natuurlijk de crux van het verhaal, voorzitter, want dit staat diametraal op de gevoerde coronastrategie door de regering. Tijdens de eerste coronagolf werd met man en macht het aantal bedden opgevoerd door mensen weg te halen, dus artsen, verpleegkundigen weg te halen van andere afdelingen. En die toe te voegen aan de mensen die de intensive care zorg verleenden. En op een gegeven moment lagen er zelfs coronapatiënten in operatiekamers. Het lastige daarvan is dat dat gevoerde beleid tijdens de eerste golf meteen het raamwerk is geworden voor de tweede, derde en vierde golf. Het beleid van het kabinet is om steeds als er een golf komt het aantal coronabedden op te schalen, medewerkers van andere afdelingen weg te trekken, die daaraan toe te voegen, waardoor dus de planbare zorg wordt afgeschaald. En hierdoor lijden mensen grote schade. Dus niet de coronapatiënten, maar de gewone patiënten. Wat er dus moet gebeuren is dat de intensive care capaciteit, die van bedden en mensen wordt opgeschroefd, naar zo ongeveer het gemiddelde niveau in Europa. Dus dan moeten er ongeveer 1000 bij. Wat ook moet gebeuren is de juiste ventilatie afdwingen in alle binnenruimtes, waardoor je het aantal patiënten in de tijd kunt drukken. Wat ook moet gebeuren, voorzitter, is dat de intensive care een niet-economische dienst van algemeen belang wordt. Wat bedoel ik daarmee? Dat het uit de marktwerking wordt gehaald, waardoor er niet meer commercieel naar intensive care bedden gekeken kan worden. En ik wil hier graag een toezegging op, voorzitter, van de minister op deze drie punten. Dank u wel, mevrouw Agema. Dan geef ik het woord aan de minister. Dank, voorzitter, en dank mevrouw Agema voor de vragen. Als het gaat om de uitgestelde zorg en de verloren levensjaren, dan klopt het. Een 320.000 gezonde levensjaren verloren is een enorm indrukwekkend getal. Er zijn veel behandelingen uitgesteld en dat betekent dat mensen langer met klachten hebben rondgelopen dan nodig was onder normale omstandigheden. Maar tegelijkertijd waren het geen normale omstandigheden en dat laat het rapport ook zien. De impact van corona op het hele zorgsysteem is enorm geweest en juist dus ook op de mensen die moesten wachten op een uitgestelde behandeling. We wisten al bij aanvang dat uitstellen van zorg leidt tot het verlies van gezonde levensjaren. Dat was zeker na de eerste golf toen de ziekenhuiszorg bijna geheel was afgeschaald een belangrijk inzicht. En daarna en daarom is er alles aan gedaan zodat in de opvolgende golven de reguliere zorg zoveel als mogelijk doorgang kon vinden. Denk aan de algemene gedragsregels en het beleidskader acute zorg. Door de uitgestelde behandelingen zijn er patiënten die inderdaad te lang moeten wachten op zorg. En voor sommige mensen zijn hun klachten inmiddels op een andere manier verholpen. Door middel van fysiotherapie bijvoorbeeld. Maar dat geldt niet voor iedereen. En er zijn nog steeds mensen die wachten op zorg. Het is belangrijk dat die zorg ook zo snel mogelijk wordt ingehaald. De minister van VWS is bezig om samen met de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars afspraken daarover te maken. De ziekenhuizen zijn op dit moment bezig om alle patiënten die vanwege de uitgestelde zorg te lang op een wachtlijst staan persoonlijk te benaderen. De vraag of ze nog willen wachten of dat ze door middel van zorgbemiddeling sneller op een andere plek geholpen willen worden. En op die manier is het de bedoeling om volledig inzicht in de daadwerkelijke wachtlijsten te krijgen. Het rapport onderstreept ook dat we met z'n allen verantwoordelijkheid moeten nemen en voorkomen dat de zorg nog verder wordt belast. Enerzijds door de zorg goed voor te bereiden op eventuele nieuwe golven. En de minister van VWS geeft aan dat hij samen met het expertteam kijkt hoe de COVID-zorg zo efficiënt mogelijk ingericht kan worden. Hij geeft ook aan dat mensen daar zelf ook iets aan kunnen doen om de vaccinatie bijvoorbeeld te halen waarvoor ze zijn opgeroepen, zodat de kans dat mensen in het ziekenhuis terechtkomen sterk wordt gereduceerd. En deze week gaat hij ook een brief uitsturen naar iedereen die in aanmerking komt voor een haalprik.
Hij geeft ook aan dat de verantwoordelijkheid dus niet alleen, dat de verantwoordelijkheid ook bij allemaal ligt. Mevrouw Agema, voorzitter, vraagt hoe wij, zeg maar, hoe het gevoerde beleid als het gaat om de capaciteit van de intensive care haaks staat op datgene wat we eigenlijk zouden willen bereiken. Namelijk dat de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgang kan vinden. En ik geef daarbij aan dat afspraken, dat zei ik net al, zijn gemaakt over het inhalen van zorg. Mevrouw Agema geeft aan dat ook een capaciteitsuitbreiding een van de mogelijkheden is. En daar verwijs ik toch naar het antwoord wat de minister van VWS daar het beste zelf op kan geven. Omdat hij bezig is met die capaciteitsindeling. En ook in het lange termijn coronabeleid, ook met onderwerpen als ventilatie. Daar kan ik nu geen antwoord op geven voor hem. Waarbij ik nog wat extra input krijg, dat we ook kijken naar flexibele inzet van capaciteit, met name op het gebied van personeel. Als het gaat om de IC-capaciteit, en er wordt wel degelijk ook gekeken om naar het uitbreiden van IC-capaciteit, niet in de orde van grootte volgens mij die mevrouw Agema nu aangeeft, maar dat is de minister van VWS op dit moment aan het beschouwen. Hij komt daarmee terug naar de Kamer. En mevrouw Agema had ook nog een vraag gesteld over een dienst van algemeen belang of publieke belang. Economische dienst van algemeen belang. Ja, ja, voor zover ik kan beoordelen. Uit de marktwerking halen in gewoon Nederlands. Ja, uit de marktwerking halen in gewoon Nederlands. Ik kan daar op dit moment geen antwoord op geven voor de minister van VS. Daar ben ik eerlijk in. Ik zie geen bewegingen dat er ideeën zijn om de intensive care uit de marktwerking te halen. Ik zou ook niet weten zelf hoe dat zou moeten. Maar ik zal uw vraag doorgeleiden naar hem met de vraag of hij daar expliciet op terug kan komen. Mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, hier schieten we natuurlijk helemaal niets meer op. Kijk, als de minister bijvoorbeeld zegt dat de reguliere zorg zoveel mogelijk moet doorgaan, dan toont het rapport van vandaag natuurlijk weer aan dat dat dus niet het geval is. Ruim 300 operaties zijn uitgesteld en daardoor zijn ruim 300.000 gezonde levensjaren van daadwerkelijke mensen verloren gegaan. De kwaliteit van hun leven is slechter geworden omdat hun planbare zorg werd uitgesteld. En dat is schandalig. En onze regering heeft dat willens en wetens gecreëerd. Want tijdens die eerste golf is het ons overkomen, of is het de ziekenhuis overkomen. Ze hebben toen met man en macht iedereen naar die intensive care toe gehaald. Maar vervolgens was het voor de tweede, derde, vierde golf en alle komende golven bij komende pandemieën gewoon het gevoerde beleid. Er is structureel niets bijgekomen als het gaat om IC-capaciteit. Helemaal niets. Er zijn eerder mensen die het opgeven. IC-verpleegkundigen die het hebben opgegeven, die zijn weggegaan. Willens en wetens is er een loopje genomen met de gezondheid van 300.000 mensen. En ik wil een toezegging, voorzitter, en niet van ik ga het aan de minister vragen. Laat deze minister maar hier namens het hele kabinet spreken. Dat zij ervoor gaat zorgen dat de IC-capaciteit structureel wordt verhoogd. En verdubbeld minimaal naar een normaal niveau zoals dat in Europa gewoon is. Het niveau van België. Het was de viroloog van Rans die hier een paar weken geleden in het huis zei. Ja, die vierde lockdown voor jullie in Nederland, ja, die hadden wij niet. Want wij hebben twee keer zoveel IC-capaciteit. Dank u wel. Voort is weer aan de minister. Voorzitter, ik hoor het pleidooi van mevrouw Agema en ik wil onderschrijven dat het kabinet ook de verloren gezonde levensjaren zeer van belang vindt. En ook het inhalen van de zorg. Er wordt ongelooflijk hard gewerkt op dit moment in de zorg. En ook een compliment aan alle medewerkers in de zorg die ook na de vierde en de vijfde golf doorgaan om ook hier hun inspanning in te leveren. Maar er wordt op dit moment gekeken naar de benodigde capaciteit. En ik heb de minister van VWS hier volgens mij in meerdere malen in de Kamer horen zeggen dat we niet alleen moeten kijken naar de fysieke capaciteit, maar ook kijken naar de mogelijkheden van de personele capaciteit als het gaat om de intensive care. En er wordt ook gekeken om te kijken in hoeverre dat een flexibele capaciteit kan zijn. Ik kan daar helaas op dit moment geen
En ik begrijp dat, ik vind het ook net zo goed als u van belang dat we daar een goed antwoord op formuleren. Ik ben nu niet bij macht om dat antwoord hier te formuleren of daar een toezegging in te doen, anders dan dat er op dit moment hard aan gewerkt wordt. Wanneer kunnen we de brief verwachten? Of in ieder geval, u zou de vraag van mevrouw Agema doorgeleiden naar de minister. En wanneer kunnen we een schriftelijk antwoord tegemoet zien? Ik ga dat vragen aan minister Kuipers om te antwoorden. Maar ik kan niet nu zeggen of dat nog deze week mogelijk is, gezien ook het reces. Maar zo snel als mogelijk. Dank u wel. Dan gaan we luisteren naar de heer Heijink van de SP. En de vraag is even een korte vraag zonder een uitgebreide inleiding. Dank u wel. De heer Heijink.